De vrouwenbeweging Fitimau en Toemau hebben gisteren te Bronsweg een vrouwenbeurs georganiseerd. Deze beurs is gefinancierd door het Canadees Fonds. Het was de tweede vrouwenbeurs in Brokopondo. De Canadese ambassade heeft gisteren ceremonieel landbouwmaterialen en weegschalen aan de vrouwenverenigingen Fitimau en Toemau overhandigd. Dionne Dico is voorzitter van de vrouwencoöperatie Fitimau, die zich op de agrarische sector concentreert. Dico zegt dat het tijd is voor de vrouwen in het achterland om over te stappen van planten voor eigen gebruik naar commercieel planten. Omdat wij als Fitimau, voorzitter en het bestuur en de leden hebben gezien dat landbouw heel belangrijk is voor de hele wereld. Niet alleen in Suriname, niet alleen voor het binnenland, maar voor elk gezin is dat belangrijk. En de mensen in het binnenland bijzonder, die leven bijna uitsluitend van landbouw. En dat is een van de redenen waarom wij dit willen stimuleren, zodat wij straks in de toekomst de voorraadschuur, niet alleen voor Suriname, maar de Caribische landen en ook de andere landen kunnen zijn wat landbouwproducten betreft. Verder helpen we vrouwen die bezig zijn pangies te maken, mandjes te maken, maar ook mannen die houtsnijwerk maken. Voorzitter van Toemau, Jocelyn Leidsman, wiens vereniging ruim 60 ondernemers stelt, begeleidt de leden door middel van trainingen. Ook organiseren zij braderieën. Leidsman coördineert de bestellingen zodat deze eerlijk worden verdeeld onder de leden. Wat wij van Toemau doen, als ik bijvoorbeeld een bestelling krijg of iemand belt me en me vraagt van ik zoek naar bijvoorbeeld 20 samosa's, dan bel ik een van de leden op van kijk, iemand moet 20 samosa's, wil het verdelen onder de rest. Dus dan verdelen ze gewoon 10 om 10. Als het meer zijn, dan komen alle mensen van de culinaire sector binnen en dan verdelen ze dat. Dus als ik bijvoorbeeld een bestelling krijg van pangies, dan plaats ik de bestelling gewoon in de groep, want we hebben een appgroep. En dan gaat dus als de bestelling in de groep plaatsen, dan gaan de mensen dus daar reageren. Van ik kan leveren. Bijvoorbeeld vandaag hadden we samosa's en lumpia's verdeeld. Zijn de mensen van Toemau die gemaakt hebben. Rudolf Pavillon, coördinator van het ministerie Economische Zaken in het Binnenland, zegt dat er momenteel jonge ondernemers van het district en andere delen van het binnenland worden getraind. Het is belangrijk dat deze groep weet hoe zij een bedrijfsplan moet samenstellen. We trainen de mensen daarbij van dit zijn zaken waarop je zou moeten letten. Wil je een lening gaan aanvragen om jouw business op te starten. Dit zijn die punten waarop je zou moeten letten. En op zo'n manier komen we de mensen tegemoet. Behalve dat de overheid zelfs een fonds heeft, de KMO-fonds, zijn er ook begeleiden we ondernemers ook naar, simpelweg naar de financiële instellingen die bereid zijn te financieren. Het heeft te maken met jouw plan. Jouw plan moet goed zijn, jouw plan moet overtuigend genoeg zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een financiering. En om het zo goed mogelijk te kunnen produceren, te kunnen providen, jouw plan. Daarom zijn we daarvoor om de mensen daarin te begeleiden en te coachen. Het was het eerste bezoek van de Canadese ambassadeur Mark Burman aan Brokopondo. Hij heeft beloofd vaker in het district te zullen zijn. Suriname en Canada hebben een diplomatische samenwerking van 45 jaar.